was bij het werkatelier van structuur naar onderwijs. Wat vond jij ervan? Nou, het was heel interessant. Het was een leuke ervaring om toch te weten hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hoe het allemaal wordt besproken. En ja, daar, daar ging het hard tegen hard, zeg maar. Het was wel gewichtig. Gewichtig praten vooral. En, Wat me eerst opviel is dat er een hele grote groep was. Van veel lagen in de hiërarchie van de organisatie. Het is toch nog wel lastig om een verandering in te brengen aan een al lopende structuur zoals Landsteden al jaren is. Wat mezelf een grote uitdaging leek, is hoe je alle docenten voor de komende nieuwe vakken, nieuwe keusdelen, hoe dan een docent daar voor klaargestoomd kan worden. Misschien bijvoorbeeld een vooropleiding PABO, dat is een hbo-studie, moet dan een hbo-docent het komen geven of is een mbo-docent capabel genoeg om dat zelf te kunnen? Je hebt veel gehoord over de keuzedelen. Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen daarvan? Ik denk dat het belangrijkste voordeel ten eerste is dat je je uniek maakt. Het tweede is dat je bijvoorbeeld met hbo, als je graag naar het hbo was zoals ik, dan kun je alvast een kijkje nemen naar je hbo-studie, zeg maar. En alvast een proeven doen in die richting van, zeg maar. Ja, ik denk dat het hartstikke verstandig is dat ze elke keer kijken wat er nodig is in de arbeidsmarkt. Dat ze daarop in kunnen spelen. Dus wanneer de software bijvoorbeeld bij de opleiding ICT vernieuwd wordt, dan is het ook handig om daar de keuzedelen op aan te passen. Zodat ze beter uitsluiten waar het nu over gaat. Dus dat is vooral handig om daar dan ook op in te spelen. Zodat je voor jezelf een betere kans hebt op een baan in de toekomst. En als je nu aan de toekomstige mbo-studenten tips zou mogen meegeven, als hij voor de keuzedelen staat en denkt, wat moet ik hiermee? Wat zou dat dan zijn? Nou, kijk vooral naar jezelf en kijk wat jij leuk vindt, wat jij wil gaan doen. En wat er gewoon op aansluit, dat je gewoon denkt van yes, hey, dit is tof om te hebben. Wat zouden dan voor jou de keuzedelen zijn waarvan je zegt, nou, dat lijkt me superleuk? Mij lijken dat toch de medische handelingen. Ik doe zelf MMZ. En dat is volgens mij een goede aanvulling erop. Dat je gewoon wat meer gespecificeerd bent. Nou, ik doe nu een zorgopleiding. En ik wil graag naar de hbo hierna. En het lijkt mij leuk, want ik wil misschien wel de psychologie in. Nou, misschien daar een leuk keuzedeel bij. Ik heb nog geen idee van hoe dat in zijn werk zou gaan of idee omgezet kan worden in de werkelijkheid. Ik hoop het, maar het is nog even afwachten, zeg maar. Ik doe zelf dan sport en bewegen, Landsteden. En wat is mij een leuk vak, we hebben anatomie gehad en blessureleer. En daar, vooral de bot en spieren kwamen daar veel te sprake natuurlijk. En dat vond ik heel erg interessant. En daarom misschien vak zoals fysiologie, dat als extra keusdeel te hebben. Dat lijkt me wel wat, sportmassage of zo.